Wie komt er nog op voor de kleine ondernemer? Vorige week zag u hem nog vanuit Davos, waar hij op het World Economic Forum was. Maar vandaag staat hij weer in onze eigen studio. Martin Visser voor zijn column Visser vindt. Martin, welkom. Ah, ja. uh, ik las je column in de krant ook vandaag. Jij wil het hebben over het, uh, het MKB versus uh, VNO-NCW. Want wat is de, wat is de issue? Nou ja, gisteren is per direct de voorzitter van MKB Nederland uh, opgestapt, Michael Van Stralen, uh, die uh, ja, collega is van Hans de Boer. Die waarschijnlijk meer mensen kennen. Hij is de voorzitter van VNO NCW. En die clubs zitten al een aantal jaren samen in één kantoorgebouw en voeren een gezamenlijke lobby. Maar uh, Van Stralen, de vertrokken voorzitter, vindt dat het MKB-geluid totaal niet uit de verf komt in deze fusieclub. Nee, want uh, VNO NCW. Uh... Te veel de belangen van de grote bedrijven ja. worden behartigd. Ja, dat is, Hoe uitziet dat? Ja, dat is de klacht. Nou, ik denk dat het meest kenmerkende, het symbool wat heel veel MKB'ers enorm steekt. is dat het grootbedrijf en de beleggers in het grootbedrijf. een cadeautje krijgen van 1,4 miljard. in de vorm van het afschaffen van de dividendbelasting. Daar heeft VNO hard voor gelobbyd. En de kleine ondernemers betalen het gelag omdat het lage btw-tarief omhoog gaat. van 6 naar 9 procent. Onder andere op voedingsmiddelen en voor kappers en dergelijke. Ja, dat is iets wat enorm steekt. En binnen het MKB-deel van die fusieclub. hebben ze het idee dat het VNO-deel. Niet echt heel erg hard meer loopt om nog steeds te lobbyen tegen die btw-verhoging. Het is maar een voorbeeld, ja. maar wel eentje die, die het meest pijn doet bij kleine ondernemers. Maar wat is dan de oorzaak? Is het dan, als je eenmaal binnen die club zit, is het gewoon veel interessanter om met de shells van deze wereld in, 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 in grote directiegebouwen te zitten? In plaats van dat je, nou, we zien beelden van ons hierachter, hier, gewoon een, een ijsboer. Is het, is het prestige dan wat op een gegeven moment een rol gaat spelen? Nou ja, dat speelt blijkbaar wel een rol. Want het, het, het frappante is dat Hans de Boer in een verre verleden zelf ook. Voorzitter is geweest van MKB Nederland toen het nog een zelfstandige club was. En dat deed hij met verven. Uh, hij kon af en toe een beetje aantrappen tegen dat grote VNO. Dat deed hij ja. heel goed met lekkere stevige one-liners, dat hij nu nog steeds uh, doet. Maar nu hij onderdeel is van VNO en CW, zie je dat het belang van het grootbedrijf dat domineert. Het is al van ouds bekend dat binnen, binnen VNO en CW ook een aantal branches echt heel groot en machtig zijn. Bijvoorbeeld de verzekeraars hebben daar een hele stevige. Positie binnen het VNO-NCW alweer. Nou, dan heb je een ander dossier waar dat bijvoorbeeld uh, echt ook een rol speelt. De kleine ondernemers willen af van die loondoorbetaling bij ziekte, dat ze twee jaar lang ja. hun zieke personeel moeten blijven doorbetalen. Ja, en ze zijn ontzettend bang dat als dat voor een deel uh, wordt afgeschaft en dan in handen komt van de verzekeraars. Ook lid van de club, dat ze misschien straks alsnog duurder uit gaan zijn. En zo zitten die, al die verschillende belangen zitten in één organisatie. Ja, en dan zie je dat, het, uh, ja, dat uh, de pendule een beetje omslaat naar één kant. Jij kan er van alles van vinden, maar die uh, clubs hebben leden. Ja die Dieperalen contributies, et cetera. Of die krijgen advies, die moeten dan gaan trommelen. Nou zeker, en dat gebeurt nu nog uh, stilletjes. Uh, het moet wel gezegd dat met Van Stralen hadden ze ook niet echt een voorzitter die echt gewoon uh, op een gegeven moment zijn vuist op tafel sloeg. Dus dat is misschien zijn zwakte. Dat wordt nu intern ook wel toegegeven. Ja, tegen iemand als Hans de Boer moet je af en toe even flink de keer gaan. Ik uh, bedoel, die gaat niet vanzelf op zijn knieën zitten natuurlijk. Uh, en dat, dat miste hij een beetje. Maar intern rommelt het enorm. Ja. En wat je dus nu ziet is dat ze dit moment willen aangrijpen, want het is nog wat... Wat voor zo'n club om zijn voorzitter vervroegd te zien vertrekken, willen aangrijpen om te kijken of er nieuwe machtsverhoudingen kunnen ontstaan tussen MKB en VNO. Maar dat moet wel slagen, want als dat niet lukt, ja. dan draagt de club uit elkaar te vallen. En neem daar eens een voorschot op. Is dat, is dat reëel? Nou, je ziet uh, wat ik nu tot nu toe in het, in het rondvragen, rond willen merken, is dat eigenlijk niemand die fusie wil terugdraaien. Uh, ik zou dat overigens wel als een optie uh, serieus nemen. Ik... Ik vind het voorlopig nog een heel ongelukkig huwelijk. Ja. Maar goed, dat willen ze liever niet. Ze denken toch dat ze een grote lobbykracht hebben ja. in, in den breedte. Maar ja, men realiseert zich ook als, als VNO zegt... Van ja, het interesseert zich maar geen fluit wat jullie met MKB willen. Ja, dan, dan gaat het natuurlijk anders uh, verlopen. Dat dat MKB zou... is de banenmotor van, van ja. Nederland. Bijna ja. van elke economie, nou ja, Dat toch? is natuurlijk het rare. Dat staat natuurlijk niet in verhouding tot het belang van, van een min- en kleinbedrijf. Nou, Hans de Boer en VNO zullen de eerste zijn om dat toe te geven. Die zeggen dat ook allemaal. Maar het gaat ook om de, in de praktijk, wat wordt er echt... In de praktijk binnengehaald. En hoe ver wil je gaan met allerlei compromissen waar ondernemers niet meer mee kunnen leven, maar die wel prima in het plaatje passen van het grote bedrijf? Want ja, vergeet niet, de, 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 de wereld buiten is wat ruwer en wat guurder ja. voor een gemiddelde klein ondernemer dan voor een heel groot concern dat zijn risico's heeft gespreid internationaal en dat op een hele andere manier uh, afweegt dan echt de bakker om de hoek, de ijsboer. Ja, Die wil gewoon echt hele concrete resultaten ja. op, op die dingen die ik noemde. Loon door betaling, uh, onder andere NPT. Ja. Iets zeggen maar dat jij dit uh, blijft volgen voor ons. Dit blijft ik <laughs> absoluut volgen, want dit is voor de ondernemers die ons ook volgen echt ongelooflijk belangrijk. Dankjewel uh, Martin. En we zien je uiteraard hier uh, volgende week uh, weer met jouw uh, column. Visser Vindt en uh, tot zover, DFT vandaag.